Goedemorgen allemaal. Welkom bij de presentatie van BizDesign. Bedankt voor de uitnodiging ook om iets te laten zien van ons platform. Ik zal kort via een paar slides iets vertellen over BizDesign en over wat we doen en hoe onze software eruit ziet. En dan vervolgens een demonstratie geven van onze softwareplatform. Nou, BizDesign is opgericht om enterprise design and change te optimaliseren, zoals we dat noemen. Dus het ontwerpen en bedenken en het ondersteunen van veranderingen, transformaties. Nou, als we dan kijken van wie is BizDesign? We zijn leider in de markt. We zijn al voor de 8e keer leider in het Magic Quadrant van Gartner. We zijn helemaal gespecialiseerd en gefocust op enterprise architectuur. We zijn experts wat dat betreft en dat blijkt ook uit de klanttevredenheid en vertrouwd door heel wat grote bedrijven waarvan er een aantal rechts staan benoemd. Nou, wat doen we? Je zou kunnen zeggen, we richten ons op het ontwerpen en ondersteunen van de toekomstige business van een organisatie. En dat start met het nadenken over het bedrijfsmodel in termen van de strategie, het ecosysteem, de klantervaring die er is. Dat leidt tot capabilities die je nodig hebt, de capability-based planning die daarbij hoort. En dat leidt dan tot het definiëren van het operating model voor de volgende situatie in termen van processen, gegevens, technologie, applicaties en mensen. En de samenhang tussen al die aspecten worden vastgelegd en geanalyseerd in ons Horizon platform. We ondersteunen daarbij ook met consultancy, om organisaties te helpen om dit daadwerkelijk ook te implementeren en daar waarde uit te creëren. Dat doen we met een gestructureerde aanpak, waarbij we starten met een assessment om te kijken wat zijn de prioriteiten voor de organisatie op dit moment. Vervolgens passen we een aantal wat we change capabilities noemen toe. Het zijn eigenlijk mini-projectjes waarin heel veel ervaring van de afgelopen jaren is gebundeld. Afhankelijk van de prioriteiten die er zijn. En dat leidt er dan toe dat je in een situatie komt waarbij je continu eigenlijk het platform kunt gebruiken en steeds weer dingen kunt toevoegen die op dat moment relevant zijn. Nou, zo'n change capability, zo'n mini projectje bestaat uit een aantal elementen die links hier op de slide staan, waarbij je kijkt van wat zijn de belangrijkste businessvragen die opgelost moeten worden. Hoe moeten we dat visualiseren? Welke modellen hebben we daarvoor nodig? Welke gegevens en connecties zijn daarvoor nodig? Welke templates kunnen we gebruiken om de gegevens te verzamelen? Hoe presenteren we dat in dashboards? En hoe zorgen we ervoor dat continu eigenlijk wordt bijgehouden? En dat is allemaal gedefinieerd als een template, zeg maar, die je kunt gebruiken. En rechts staan dan een aantal voorbeelden van die change capabilities. Dat kan gaan over strategie advancement, dus hoe brengen we onze strategie een stap verder. Alignment, maar ook business capability mapping, portfolio management, applicatie rationalisatie, technologie versies en information security risk. Nou, er zijn er nog meer, maar dit zijn een aantal veelgebruikte waarvan er één of meerdere worden toegepast bij heel veel klanten. Nou, hoe ziet nou het platform eruit wat we hebben? In het midden zit de repository waarin alle gegevens, alle modellen, alle relaties worden vastgelegd. Die kun je vullen door bijvoorbeeld integratie met bestaande gegevens. We hebben een REST API waarmee verbindingen kunnen worden gelegd met allerlei systemen en repositories. Verbinden ook met Boomi als middleware platform. En daarmee kun je heel veel gegevens binnenhalen vanuit verschillende bronbestanden en combineren in onze repository. Daarnaast de mogelijkheid om file-based informatie binnen te halen. Denk aan Excel-files, Visio. Allerlei bestandformaten die ondersteund worden via standaarden. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om handmatig te modelleren. Vooral als je de toekomstige situatie wilt ontwerpen, zul je dat vooral handmatig moeten doen. We ondersteunen een aantal open standaarden. Archimate voor architectuur, BPMN voor procesmodellen. UML en ERD voor gegevensmodellen en systeemontwerp. DMN voor
business rules en ook allerlei strategie templates zoals een business model canvas of een SWOT-analyse die worden ondersteund. Nou, al die modellen kunnen met elkaar ook gerelateerd worden, zodat je ook bijvoorbeeld door kunt stappen vanuit een architectuurmodel naar een procesmodel, naar de gegevens en de bijbehorende beslissingsregels. Op basis van die gegevens kun je dan vervolgens analyses uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld allerlei dashboards die beschikbaar zijn waarmee je kunt kijken naar de gegevens. Gebruikers kunnen ook zelf analyses doen, bijvoorbeeld heatmaps maken, tabellen en grafieken genereren. En voor als dat niet genoeg is kun je aansluiten op een BI tool. Samenwerking wordt ondersteund op verschillende manieren. Je kunt uiteraard publiceren richting Office formaten. Je kunt gegevens delen op Confluent en SharePoint. Maar is dit ook workflow in het systeem om bijvoorbeeld review processen te ondersteunen of bijvoorbeeld data maintenance, het onderhoud van bepaalde gegevens te ondersteunen, waarbij mensen periodiek een notificatie krijgen dat ze informatie moeten updaten. En heel belangrijk ook, al die informatie die is ook beschikbaar via de webportal die onderdeel is van het Horizon platform. Nou, we bieden het platform aan als een SaaS-oplossing met allerlei certificeringen ten aanzien van veiligheid, single sign-on, connectie met je eigen identity provider en role-based access control, zodat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste informatie. Alle gegevens worden ook vastgelegd, alle wijzigingen, zodat er een audit trail ontstaat van alle wijzigingen in de repository. Nou, voor de demo is het van belang om te weten dat ik twee elementen laat zien, twee componenten. De webportal, daar begin ik mee. Daarmee kun je modellen bekijken. Dat is een directe connectie met de repository. Je kunt navigeren, zoeken, dashboards bekijken. Iedere gebruiker heeft daar ook zijn eigen homepage waar hij zijn favorieten kan bekijken. En gebruikers kunnen daar ook allerlei analyses loslaten. Maken van tabellen, grafieken. Heatmaps met kleuren en labels. En ze kunnen ook bijdragen aan modellen om bijvoorbeeld bepaalde informatie te updaten of deel te nemen in workflows. En het tweede element wat ik laat zien is Enterprise Studio. Dat is zeg maar de edit-omgeving, ook via de browser aangeboden omdat het een SaaS-oplossing is waarin je handmatig zeg maar, modellen kunt maken met allerlei mogelijkheden daarbij. Allerlei imports en exports en rapportages kunt draaien en ook analyses kunt doen die wat verder gaan dan de analyses die in de webportal kunnen worden gemaakt. Goed. Nou, dat wil ik laten zien aan de hand van een demonstratie. Het voorbeeld wat ik gebruik is een bank die een transformatie moet ondergaan. En in de demo zal ik laten zien hoe het Horizon platform eigenlijk die transformatie ondersteunt. Startend bij het nadenken over de strategie van de organisatie en uitkomend bij uiteindelijk de technologie die daarvoor nodig is en alle wijzigingen die dat met zich meebrengt. Nou, als we dan kijken naar de webportal, we zien hier nu een webpagina waarin ik eigenlijk, ik ga hem even fullscreen zetten, waarin je kunt zien ja, een soort navigatieoverzicht van deze bank, waar we allerlei thumbnail views zien van verschillende elementen uit de repository. We zien hier dingen die te maken hebben met de strategie van de organisatie, het begrijpen van de huidige situatie in termen van capabilities, processen, applicaties en technologie. Het definiëren van de toekomstige situatie in termen van een target operating model en alle ja, ontwerpen die daarvoor nodig zijn tot en met de onderliggende UML diagrammen. En ook ja, de wijzigingen zelf, de roadmaps van applicaties, van technologie, van projecten die daarmee verbonden zijn. Nou, ik ga gewoon door een aantal van deze stappen heen lopen om jullie mee te nemen in die transformatie. We beginnen met kijken van ja, wat is eigenlijk het probleem wat moet worden opgelost. Nou, we hebben de bank, de BizBank, en ze hebben een aantal drivers, een aantal dingen die voor hen belangrijk zijn, zoals marktaandeel, de winst, de compliancy met allerlei regelgeving en ook het bijhouden van alle wijzigingen die er zijn in de maatschappij en in de markt. En voor elk van die elementen hebben ze bepaalde problemen geïdentificeerd. Bijvoorbeeld het
element waar we op zullen inzoomen in deze demonstratie is het marktaandeel. En ze hebben gezien dat bepaalde markt- en klantsegmenten niet langer zich betrokken voelen bij de bank vanwege de competitie, de andere banken. En dat is een probleem wat ze willen oplossen. Nou, om dat te analyseren zijn er allerlei analyses uitgevoerd. Bijvoorbeeld een SWOT-analyse. Wat zijn nou de sterke en zwakke punten, de kansen en de threats van de bank. Je kunt ook kijken naar de trends waarmee je rekening moet houden op het gebied van economie of van milieu of technologie. En ze hebben ook bijvoorbeeld gekeken naar een balanced scorecard. Dat zijn de KPI's die relevant zijn en waar we rekening mee moeten houden. Al deze platen die je ziet zijn platen die uit de repository gegenereerd worden en die dus ook informatie met zich meedragen. Dus als ik bijvoorbeeld op deze activiteit klik, dan zie ik bijvoorbeeld de documentatie van deze activiteit, van deze KPI. Wat betekent dit? Bepaalde eigenschappen die je kan zien. Ik kan de relaties zien die dit object heeft. Dus waar is die mee verbonden? Je kunt ook kijken op welke andere views, welke andere diagrammen dit object nog voorkomt, zodat je kunt doorklikken naar die verschillende views om daarnaar te kijken. En je kunt zelfs nog dieper ingaan en bijvoorbeeld kijken van hoe zit nou dit object, hoe hangt dat in de repository aan welke producten bijvoorbeeld is het verbonden, welke capabilities hangt het mee samen, welke projecten zijn eraan gekoppeld. En op die manier kun je dus een eerste impactanalyse doen, een eerste blik krijgen op die verschillende elementen. Nou, gegeven deze analyses komt men dan tot de volgende conclusie. Wat moeten we doen? We gaan voor het probleem van dat marktsegment gaan we onze aandacht focussen op de millennials. Dat zijn de jongeren die de toekomst hebben voor de bank. En omdat ze vooral geraakt worden door een hele klantvriendelijke manier van zaken doen, is een belangrijk initiatief om een hele goede user experience neer te zetten voor het doen van zaken met de Bizbank. En daarmee hopen we dan deze millennials met zich mee te krijgen. Nou, hoe kunnen we dat doen? Wat kunnen we gaan doen? Nou, een van de dingen die we gaan doen is kijken van hoe is nou het ecosysteem van de bank? Welke groepen hebben we te maken? Wat wisselen ze uit aan informatie, aan waarde, aan producten en services? Je kunt kijken naar het business model canvas van hoe ziet onze zaken doen er nou uit op hoofdlijnen? Welke belangrijke activiteiten doen we? Met welke partners? Wat zijn de kosten en de opbrengststructuren? Welke klantsegmenten richten we ons op? En bijvoorbeeld, hoe ziet nou de value stream eruit? We hebben hier een overzicht. Een overzicht waarbij je een value stream ziet aan de bovenkant. Wat zijn de verschillende stappen in die value stream? Welke doelen van de bank horen daarbij? Welke elementen uit de waardepropositie zijn daar gekoppeld? En welke capabilities hebben we nodig om die te realiseren? En wat is de waarde van die verschillende stappen? En we kunnen daar dan ook weer analyses op loslaten. En bijvoorbeeld zeggen van ik weet nu iets van die capabilities. Ik weet bijvoorbeeld de maturity en de volwassenheid van die capability in de huidige situatie. Laat het maar eens met een kleurtje zien. En zo zie ik dus welke capabilities een lage volwassenheid hebben. Ik kan ze even highlighten. En nu zie ik ook dat bijvoorbeeld customer service, een belangrijk element natuurlijk in deze situatie, dat die ondersteund wordt door capabilities met een lage maturity. Dus dat is de reden om daar wat dieper op in te zoomen als we het hebben over het verbeteren van de situatie. Nou, we kunnen ook verder inzoomen en zeggen van hoe wordt nou die klant dan bediend? Wat is de customer journey map voor het doen van een betaling bijvoorbeeld in de huidige situatie? Je ziet hier dat de klant gebruik maakt van een website, een sms en van een callcenter om die betaling af te ronden.
En dit zijn de verschillende stapjes, de services die gebruikt worden van de organisatie. En ook zie je hoe tevreden de klant daarmee is. Nou, dat is niet zo erg tevreden, dus dat is geen goede situatie. Dus waar we naartoe willen is een nieuwe situatie waarbij we een app introduceren voor de bank, voor het doen van betalingen. En in combinatie met een andere app, een authenticator app, kunnen we dan een veel makkelijker manier vinden om die betalingen te ondersteunen, wat zal leiden tot een veel betere klanttevredenheid. Nou, als we dit willen doen, betekent dat ook dat we moeten gaan kijken naar de capabilities die we hebben. Welke capabilities hebben we, welke moeten we aanpakken, welke moeten we verbeteren. Dus we kunnen hier naar het capability model kijken. In dit geval is dat gebaseerd op een standaard, de buy-in reference model, wat de capabilities geeft voor een bancaire organisatie. Nou, je ziet hier allerlei drie niveaus capabilities. En al die capabilities hebben bepaalde eigenschappen. Dus als ik op een capability klik, dan kan ik weer de maturity zien. Nou, laten we die weer eens in een kleur laten zien. Dan zien we dus welke capabilities een lage volwassenheid hebben. Je kunt er weer eentje van highlighten als je dat wilt. Vervolgens wil ik een andere eigenschap laten zien. Ik wil bijvoorbeeld kijken van oké, hoeveel applicaties zijn er nou nodig om die capability te ondersteunen. Laten we dat eens in een label laten zien. Nou, nu zie je aan het nummertje het aantal applicaties wat ondersteunend is aan deze capability. De tool die rekent dat uit op basis van de relaties die in de repository er zijn tussen de capabilities en de onderliggende applicaties. Nou, verder zie ik nog kostinformatie. Dus ik zie de totale kosten van die capability op basis van onderliggende technologie. Die wil ik ook graag in beeld hebben, dus daar maak ik een chart van. Nou, die kan ik gaan aanpassen en zeggen, ik wil alleen de 15 duurste capabilities zien en ik wil graag dat in een bar chart bijvoorbeeld zien, zodat ik zie wat zijn nou de duurste capabilities in dit geval. Payment execution, dat is de duurste capability, dus als ik kosten wil besparen, zal dit bijvoorbeeld een hele logische keuze zijn om daarnaar te kijken. Nou, dit is een voorbeeld van die self-service analyse die mensen kunnen doen, waarbij ze charts, grafieken, heatmaps enzovoort kunnen maken op basis van de eigenschappen die zijn vastgelegd in de repository. Nou, even terug naar het totaaloverzicht. We hebben nu gekeken naar de capabilities. Nou, onderliggend aan de capabilities zijn ook processen en applicaties. Dus we kunnen bijvoorbeeld op het architectuurniveau kijken naar het landschap van processen. We zien hier de verschillende hoofdprocessen weergegeven. Ook die processen hebben allerlei gegevens. Je kunt kijken naar bijvoorbeeld de compliance score van die processen, om maar een voorbeeld te noemen. Ook die kun je weer inzichtelijk maken op deze manier. Maar de mogelijkheid is er ook om bijvoorbeeld hier informatie toe te voegen. Dus als ik heb hier een eigenschap die heet procesonderhoud. En daar zie ik bepaalde gegevens vastgelegd die iemand heeft ingevuld. Omdat daar bepaalde informatie mist of niet aanwezig is. Nou, als ik op een andere klik, kijk of er nog een lege is. Dan zie ik hier dat ik kan gaan invullen. Dus ik zie hier een issue. Die kan ik invullen. Ontbrekend detailproces. Proces toevoegen. Ik kan daar ook een prioriteit aan toekennen. En zeggen we, nou, dit is toch wel een hoge prioriteit volgens mij. De datum waarin ik dat ingevuld heb, dat is vandaag. En ik kan ook aangeven wie dat is, die dat heeft ingevuld. Dat ben ik zelf. En zo kan ik informatie toevoegen als ik de juiste rechten heb. En ik kan zeggen van, nou, ik wil bijvoorbeeld zien van welke voorstellen zijn dan ingediend. En wat zijn de prioriteiten die zijn gegeven. En zo kan ik dus zien hoe dat in elkaar zit. En op die manier kan ik als gebruiker, of ik nou vanuit de business of vanuit de IT kom, kan ik informatie toevoegen zonder dat ik
hoeft te editen in een ingewikkelde tool, bij wijze van spreken, maar ik kan het heel makkelijk via die invulveldjes gaan doen. Ik kan daarbij ook specificeren wanneer dat moet gebeuren. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou, deze informatie voor deze processen of voor deze applicaties moet bijvoorbeeld elk kwartaal worden ingevuld en geüpdate. En de tool zorgt er dan met de workflow voor dat de gebruiker die dat moet doen automatisch een notificatie krijgt en een taak in zijn takenlijst. Zo, hier, zo bijvoorbeeld heb ik hier in deze takenlijst twee taken die aangemaakt zijn voor mij. Ik moet dus die proces maintenance taak voor een bepaald proces gaan aanpassen, gaan updaten. En op die manier word ik ondersteund in het bijhouden van de gegevens die er zijn. Nou, achterliggend aan die processen op hoog niveau kun je ook doorklikken naar de onderliggende detailprocessen. Dus in dit geval heb ik een BPMN-proces waarin ik details heb weergegeven over dit proces. Dan even iets inzoomen. Je ziet de verschillende stappen. Je ziet ook bijvoorbeeld dat er een applicatie gekoppeld is aan een bepaalde activiteit. En dan kan ik op klikken en bijvoorbeeld zien van nou, dit is de activiteit, de applicatie before die daar gekoppeld is. Ik kan ook dat weer inzichtelijk maken, bijvoorbeeld met een kleur, om te zien welke applicaties bij welke activiteiten zijn gekoppeld. Ik kan doorklikken op de achterliggende gegevens. Ik heb bijvoorbeeld hier gegevens nodig uit het gegevensmodel. En ik kan doorklikken naar de achterliggende datamodel, zodat ik zie welke gegevens ik bijgehouden heb voor in dit geval de branch van de bank. Die processen worden ondersteund door applicaties, noemde ik al even. Dus als we nu doorklikken naar het applicatielandschap, hier zie je dan een voorbeeld van gewoon een overzicht van allerlei applicaties. Die applicaties die hebben in dit geval alle eigenschappen. Applicaties worden in dit voorbeeld niet bijgehouden in onze repository, maar komen uit ServiceNow, een CMDB. Via de API worden die automatisch gesynchroniseerd. En als ik op zo'n applicatie klik, dan krijg ik ook allerlei informatie te zien. In dit geval wordt ook informatie verzameld uit twee andere systemen. Aptio is een financieel systeem waarbij dus informatie over kosten worden vastgelegd. En Jira, daar halen we het aantal incidenten van deze applicatie vandaan. En op die manier kan ik dus informatie vanuit verschillende repositories via de API combineren en zichtbaar maken hier. Ik kan ook meer informatie gaan opvragen van die applicatie, bijvoorbeeld door te kijken van oké, wat zijn er allemaal gekoppeld, welke software is nodig voor die applicatie om hem te deployen, welke plek wordt die gehost, welke processen worden ondersteund. En op die manier krijg ik zicht op de specifieke eigenschappen van een applicatie. Ik kan die applicatie ook als een portfolio gaan bekijken. Hier is een voorbeeld van een dashboard wat dan laat zien hoe die applicaties als portfolio eruit zien. Dit zijn wat voorbeelden van charts die je kunt gebruiken. Je ziet hier bijvoorbeeld de totale kosten van de applicatieportfolio. Je ziet hier de soort deployment in de cloud, on-premise of hybride. Het aantal applicaties per organisatieonderdeel. Je ziet hier een zogenaamde time analyse, waarbij dus de businesswaarde en de technische waarde worden getoond in combinatie met de kosten. Dat is de grootte van de cirkel. En het risico, dat is de kleur van de cirkel. Je ziet hier de 10 meest dure applicaties. En hier zie je ook een grafiek waarin getoond wordt de relatie tussen applicaties en capabilities. Welke applicaties ondersteunen welke capabilities. En je kunt daar dan op klikken door bijvoorbeeld specifieke applicaties te bekijken. Of een specifieke capability om die relaties te zien. Nou, deze dashboards lenen zich heel goed voor interactieve selecties. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, laten we eens naar onze on-premise applicaties kijken. Hoeveel houden we dan over? En dan wil ik bijvoorbeeld alle zaken zien die een lage businesswaarde hebben. En misschien ook een lage technische waarde. Nou, wat hou ik dan over? En welke capabilities worden daarmee geraakt of ondersteund?
Zo biedt zo'n dynamisch dashboard een hele handige manier om zicht te krijgen op de portfolio van, in dit geval, applicaties als geheel. Nou, als we dan die applicaties hebben gezien, dan hebben we een beeld gekregen van het totale landschap wat we hebben. En op dit moment wil ik even kort uitstappen naar de edit-omgeving. Dus we kijken naar dezelfde repository, maar nu in de edit-omgeving. Nou, dan zie je zoals het er hier uitziet. Nou, ik kan hier ook dezelfde soort dingen doen. Ik kan hier de eigenschappen zichtbaar maken. Ik kan hier kleurenviews en labelviews opzetten. Een ander ding wat hier heel goed kan, is ook het genereren van nieuwe diagrammen. Dus ik kan wel zeggen, ik wil nu een plaatje maken van deze specifieke applicatie. Of van meerdere applicaties. En laat ik maar eens gewoon zien alles wat daarmee verbonden is. Daarmee genereer je een plaat die laat zien, oké, dit zijn de ondersteunde processen. De koppelingen met bepaalde andere applicaties, de onderliggende software en gegevens die gebruikt worden. En dit geeft de mogelijkheid om heel makkelijk en heel eenvoudig voor specifieke applicaties, processen, infrastructuurelementen of capabilities een plaat te genereren die precies laat zien wat daarmee verbonden is. Je kunt het ook gebruiken voor impact analyses. Dus je kunt zeggen, nou, die applicatieserver die willen we gaan vervangen. Laat maar eens een plaatje van die applicatieserver zien. Wat zit er allemaal aan vast? Daarmee krijg je zicht op de ondersteunde processen. En als we die plaat dan even uitbreiden met alles wat aan die applicaties verbonden is. Dan kunnen we dat in het huidige plaatje doen. En ik wil bijvoorbeeld laten zien wat die applicaties realiseren en ondersteunen. Nou, er komt er een heleboel bij. En dan kan ik het plaatje opnieuw tekenen, zodat ik een zicht krijg op, in dit geval, alle processen die door deze server uiteindelijk ondersteund worden. Dus als ik deze server ga aanpassen, dan zijn dit de processen die daar last van hebben. Dus kun je heel eenvoudig eigenlijk impactanalyses doen op bijvoorbeeld infrastructuur of applicatie of processen of wat dan ook. Nou, als we nu overstappen naar het ontwerpen van de nieuwe situatie, want we hebben nu in beeld gebracht hoe de huidige situatie in kaart zit. We willen nu een nieuwe situatie gaan ontwerpen en we focussen daarbij op het ondersteunen van de betalingen. We kunnen kijken naar de huidige situatie van het ondersteunen van de capability payment execution die je hier ziet. Je ziet hier bepaalde processen, bepaalde applicaties, bepaalde gegevens die daarvoor nodig zijn. Je kunt daarop inzoomen, zeggen we nou dit systeem, dit huidige systeem, hoe wordt het dan gedeployed in onze datacenter, met welke software en welke informatie die daarvoor nodig is. En vervolgens kan ik ook een nieuwe situatie gaan ontwerpen waarbij ik zeg van nou ik ga nu bijvoorbeeld een microservices platform introduceren wat dit betalen ondersteunt. Ik wil ook graag weten wat zijn nou de verschillen tussen die beiden. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou ik wil nu even een switch ik over naar expert mode. Ik wil nu even zien wat er zijn de verschillen tussen de target operating model en de current operating model. En dan zie ik dat de blauwe elementen zitten in zowel de current situatie, de huidige situatie, als de toekomstige situatie. De rode elementen, dat zijn elementen die nieuw zijn in de toekomstige situatie. Dus ik krijg een eerste indruk van de verschillen tussen huidig en gewenst. Ik wil dit graag dan meegeven aan een project wat hiermee aan de slag gaat. Nou, een van de dingen die ik kan doen is bijvoorbeeld een Word document genereren wat deze toekomstige situatie pakt en daar een Word document van genereert waarbij ik gebruik maak van een template, bijvoorbeeld een open groep template voor een visiedocument. En de tool genereert nu document op basis van deze template waarin ik alle informatie
zie die ik nodig heb om bijvoorbeeld de volgende stap te zetten, inclusief de plaatjes die we net hebben gezien. Nou, vervolgens kan een project ook aan de slag gaan om dit verder uit te werken. Je kunt zeggen van nou, ik ga nu kijken hoe ziet dan dat services platform eruit. Welke services moet het leveren? Welke processen moet het ondersteunen? Welke data is nodig? Wat gaan we gebruiken van het AWS platform om bepaalde gegevens te hergebruiken? En op die manier krijg ik een zicht op de totale informatie die nodig is. Als ik natuurlijk aan de slag ga met die applicaties, dan heb ik ook te maken met het detailleren van die applicaties. Dat kan ik in UML doen. Nou, we hebben al even wat voorbeelden gezien met een klassendiagram. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken, nou, ik wil use cases maken of ik wil een state diagram maken om te laten zien hoe dat in zijn werk zit. Nou, zo kun je de verschillende elementen tot op detailniveau uitwerken. Of in processen of in gegevens en systeemdiagrammen. Goed, nu willen we gaan kijken naar de toekomstige situatie. Hoe komen we nou in die toekomstige situatie? We hebben een huidige situatie. We hebben bedacht hoe de toekomstige situatie eruit wilt zien. Hoe ziet nou de roadmaps, de gang naar die nieuwe situatie eruit? Dan gaan we even terug naar de browser hier. Ik wil nu kijken naar de roadmap van de applicaties. Ik zie hier een hele hoog over roadmap waarbij ik zeg van nou, ik heb in de huidige situatie deze applicaties. Ik heb in de target situatie deze applicaties en ik heb in een tussenstaat deze applicaties. Ik heb projecten gedefinieerd die een applicatie overzetten van de ene situatie in de andere situatie. Dat betekent dat ik ook de projecten zeg maar in de tijd kan bekijken. Nou, dan krijg je dus een plaatje zoals dit, waarbij je verschillende projecten ziet. Wanneer moeten ze plaatsvinden? Welke volgorde afhankelijkheden zijn er in het projectportfolio? Je kunt ook informatie ophalen uit bijvoorbeeld een projectmanagement systeem om bijvoorbeeld de status van bepaalde projecten te laten zien. En je kunt kijken naar de projectportfolio als geheel, waarbij je dus zegt van nou, hoe ziet nou mijn projectportfolio eruit? Welke budgetten heb ik? Welke capabilities worden geraakt door de verschillende projecten? Wat details over de projecten en de tijdlijn van de projecten. Je kunt hier dan weer filteren op bijvoorbeeld het programma en zeggen van oké, welke projecten horen dan bij dit programma? Wat is de tijdlijn? Welke capabilities worden daardoor geraakt? En op die manier krijg je zicht op de totale projectenportfolio. Je kunt ook kijken naar de applicaties in detail, hè, want op het moment dat je applicaties gaat wijzigen, krijg je te maken met het feit dat applicaties bijvoorbeeld end-of-life worden of bijvoorbeeld opnieuw geïntroduceerd moeten worden. Nou, dat zie je hier aan de kleuren van deze applicatie lifecycle view. Dus deze Digital Microservices platform begint met een definitiefase, dan een ontwikkel en dan een test en dan in deployment. Terwijl bijvoorbeeld de huidige PSIS applicatie, die is nu nog operationeel, maar gaat dan naar een maintenance fase. De rode strepen hier geven aan als er conflicten zijn in de lifecycles. Dus als een applicatie bijvoorbeeld gebruik maakt van technologie die niet meer ondersteund wordt. Nou, dat zien we bijvoorbeeld voor PSIS in detail. Waarbij je zegt van nou, deze applicatie maakt gebruik van bepaalde technologieën, bepaalde SQL-versies of Tomcat.